Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Oh, ik ben echt zo vroeg op. Ik heb zo'n afspraak. Dus ik ga even lekker douchen eerst. En dan ga ik gewoon gelijk vertrekken. Goedemorgen. Goedemorgen, Lira. Zo, gedoucht en al. Lekker onderweg naar mijn afspraak. Ik heb een theetje mee voor mijn auto. Ik ben nog even op weg. En dan even zo langzaam opstarten. Het is echt zo'n lekker weer. Ik word er echt heel vrolijk van. Het geeft me echt een beetje een vakantiegevoel. Hey, goedemorgen, Nes. Ik ben weer thuis. Wat ben jij aan het doen? Even koffie zetten. Lekker bijkomen. Huh? Dit is zo grappig. Ik moet minimaal even één koffie hebben. Sinds wanneer ben jij dit? Al een maatje bij niemand me. Kent jou zo. Ik ben een oude lul aan het doen, jongens. Ik ben alweer een tijdje terug van mijn afspraak. Ik ben even weer lekker een uurtje aan het wandelen. Het wordt vandaag echt mooi weer. Volgende week wordt het echt lekker warm. Ik zag dat het 27 graden werd. Zonder bewolking of zo. Dus we gaan even een planning maken voor volgende week. Anders zitten we weer gewoon thuis. Trouwens, ik film nu met mijn iPhone. Zien jullie verschillende kwaliteiten in de vlog? Normaal gesproken heb ik natuurlijk gewoon een vlogcamera. Maar dit is met de iPhone. Hey! Kijk hoe mooi kat hier. Oh mijn god, ze is zo mooi. Bert! Hey! Hey! Hallo! Oh, ik ben zo lief. Maar ik durf haar niet aan te raken. Ik durf nooit andere mensen de katten aan te raken. Ik ga weer wandelen, hè? Doei, doei. Doei, doei. Het zou zo gezellig zijn als je met me mee ging wandelen. Steven gaat de hele tijd met mij wandelen. Doei, kitty. Doei, doei. Zo, ik ben weer terug van wandelen. Ik ga nu even eieren kopen. En ik wil ze lekker zacht van binnen. Dus ik zet ze gewoon op 8 minuten. Iets te hard. Ik wou ze iets zachter van binnen. Maar ik had echt zo erg zin in eieren. Trouwens, ze zeggen dus dat als de eigeel een beetje oranje is, dat het eigenlijk heel goede eieren zijn. En ik heb alle biologische eieren. Ze zijn van binnen altijd oranje. Ik heb nooit van die lichtgele eigeel. Ik zie er inmiddels heel anders uit. Ik heb even mijn make-up gedaan. Ik moet nog even mijn haren doen. Dan ga ik even richting Amsterdam. Ik heb daar even met de vriendinnen afgesproken. Ik heb heel lang niet met de vriendinnen afgesproken eigenlijk. Tijdens corona eigenlijk helemaal niet. Je wel één keer, maar niet echt uit eten of zo. Want toen was alles gesloten. Maar we gaan nu echt even weer ergens eten. Ik heb echt zin om lekker een theetje te drinken ergens buiten. Dus ja, even wat anders dan thuis zitten. Zo, ik heb me even snel klaargemaakt. Gelukkig is mijn haar echt de laatste tijd heel erg goed. Maar daar heb ik echt te danken aan Olaplex hoor. Een beetje natural make-up. Mijn nieuwe oorbelletjes weer. En ik heb een bodysuit aan. En deze is van Weekday. En ik vind de bodysuits van Weekday echt gewoon zo goed. Echt een aanrader. Want ze zijn kwalitatief echt heel erg goed. Ja, voor de rest heb ik gewoon een spijkerbroek eronder van de Zara. Deze is echt skinny. Is het ook echt best wel aan de strakke kant. Maar gewoon heel simpel oud. En een eeuwige favoriete tas. Die van Louis Vuitton. Mijn eerste designertas. En echt mijn lievelingstas. Voor de mensen die alleen maar één designertas voor de rest van hun leven willen kopen. Koop gewoon een goede Louis tas. Voor de rest heb je echt niks nodig. Even kijken. Welke parfum ga ik vandaag opdoen? Ik ga vandaag deze parfum opdoen. Jullie kunnen het volgens mij niet zo goed zien. Maar het is een parfum van Montal. En ik heb de geur Intense Tiare. Deze echt heel erg lekker. En hij is best wel intens, ja. Dat heb ik echt heel lang niet op gehad. Het is een beetje een sterke vanillegeur. Oh, deze parfum is echt zo sterk. Je moet echt oppassen met spuiten. Ik heb een baltje gemaakt voor Dina. Dat vindt ze helemaal geweldig. Pak hem, Dina. Kijk haar. Zo lief. Het is nu dus echt nog heel warm. Maar ik heb maar voor de zekerheid een blazer meegenomen. Want het weer slaat echt zo om hier.
onderweg naar Amstelveen om even mijn vriendin daar op te halen. En dan gaan we even samen door naar Amsterdam. Ik weet niet waarom, ik heb vandaag echt heel erg veel zin in Turkse thee. Ik wil gewoon de hele dag door ergens zitten en Turkse thee drinken. Dus we hebben maar besloten om naar Meram te gaan. We konden wel naar andere plekken gaan. Maar deze Meram is gewoon goed gelegen, lekker aan het water. Gewoon, daar kan je gewoon lekker rustig zitten aan het water. En zo vind ik gewoon best wel chill. En je kan er ook wat makkelijker parkeren, dat scheelt ook weer in Amsterdam. Dus vandaar. Ik ga nu zo langs de Starbucks rijden, maar ik ga precies niks meer halen. Ik ga echt stoppen met koffie. Ik ben al gestopt. Ik drink nu 2 keer per week cafeïnevrije koffie. Maar ik wil eigenlijk helemaal stoppen. Gewoon dat ik het niet meer mis, want ik mis het nu elke keer als Nessie met zich maar drinkt, wil ik ook. Wij zijn bij de Meram. Hi babe. We hebben lekker linzensoep besteld. Deze zie je altijd heel erg lekker, vind ik. Maar wat is dit dan? Is het knoflook? Ja, dit is knoflook. En dit? Dit is nanet. Munt? Ja, munt. En dit is poeder. Oh, dat is lekker. Dit is volgens mij chili poeder of zo. Is het niet veel? Dat is echt veel. Echt? Dat ga ik doen. Oh, super mooi. Dat is echt genoeg. Nou, we gaan dood. Dit gaat. Maar jij houdt sowieso van pittig, toch? Ja, dat wel. Ik heb 1 keer de bestelling van haar. Dit ziet er toch echt lekker uit. Is het ook lekker? Is lekker. Oh, ik ben net thuis. We hebben echt zo lang op het terras gezeten. Ik denk echt letterlijk 4 uurtjes of zo. Maar we vonden het ook echt heerlijk. Super lekker weer. Heel veel theetjes gedronken. Ik heb echt van mijn dag genoten. Het ziet trouwens echt weer zo benauwd. Niet normaal. Ik doe even de ventilatie aan. 27 graden binnen. Dat is niet normaal. Gaan we snel even omkleden. Nessie is nu aan het trainen. Ik kom zo thuis. En dan ga ik snel even een lekkere pastaatje maken voor ons. Een heel simpele, gezonde pasta. Oh, even lekker iets luchtigs aan gedaan. Ik ga even mijn haar ook gelijk vast doen. Oeh, heb ik ook geen last meer van. En dan even snel de vaat doen. En snel koken. Ik ga vandaag deze pasta maken. Dit is linzenpasta. Dus pasta gemaakt van peulvruchten. Super gezond. Het is bio en het is vers. Ik ga lekker pasta maken met tonijn. Gelukkig heb ik gisteren tonijn gehaald. In tomatensaus, paprika, een groene heb je nodig. Oh ja, je hebt natuurlijk tomaatjes nodig. Zo. Dina heeft gedaan? Wat is gedaan? Ze heeft me gekrouwd. Oh oog. My god, waarom doet ze dat? Weet ik ook niet. Wat de fuck? Ze mag mij niet, denk ik. Hoe is het dan? Goed, ik ben aan het koken. Nou guys, dit is het. Ziet er iets anders uit dan normale pasta, iets zachter. Maar ik ben benieuwd of het even lekker is. Nessie, ga jij de proeftest doen? Ik ga de proeftest doen. De test. Eerlijk. Hele aparte structuur, man. Wat dan? Van die pasta. Wat dan? Zachter. Nee, juist wat. Ja, maar misschien wat meer structuur dan een normale pasta. Een normale pasta is veel zachter. Echt? Ja. Maar wel lekker. Of heerlijk. Nee, top. Echt heerlijk. Het is wel een goede vervanger van pasta. Ja, man. Die hele dingen is gewoon lekker. Echt? Volle. Oké, okay, welk cijfer geef je dit? Gewoon 10. Echt waar? Ja, echt lekker. Nou. Oh, oké, guys, mijn review. Ik vind het echt super lekker. Echt de beste vervanger van pasta tot nu toe. Ik proef ook wel de linzen erin. En het heeft inderdaad een andere structuur. Maar dit is tot nu toe de beste vervanger van mij. Echt. Hoe denk je dat hij met gehakt is? Denk ook lekker. Ik denk ook lekker, ja. Maar hierdoor heb je echt gewoon een heel gezonde pasta. Vis en peulvruchten eigenlijk eet je dan. Kijk guys, het is echt zo vullend dat ik gewoon de helft heb opgegeten en ik zit nu gewoon vol. Oké,
Oké, een paar uur later. Ik zit hier echt lekker chillen op de bank. Het is eindelijk wat frisser in huis. Ik ging echt helemaal dood. Ik heb een theetje voor mezelf gemaakt. Echt de lekkerste thee ever. Ik vind het echt Turkse thee, Arabische thee, of hoe je het ook mag noemen, vind ik echt het lekkerste dat er bestaat. Ik kan hier echt van genieten. Vooral eigenlijk tijdens zomerdagen, terwijl het heel warm is, vind ik het heel erg lekker. En ik ben momenteel aan het kijken naar TLC, naar de reunie van 90 Day Fiancé. Echt leuk. Omdat het nu dus corona is, gaat het allemaal via FaceTime. Dus het is iets anders dan normaal, maar wel alsnog leuk om naar te kijken. Ik ga vandaag lekker vroeg naar bed, want ik heb morgenochtend weer een afspraak. Het is nu half één. Ik denk dat ik zo met een half uurtje naar bed ga. Ik heb mijn gezicht trouwens al gereinigd en ingesmeerd met nachtcreme. Dus ik ben eigenlijk ready voor bed, zo alleen nog even mijn tanden poetsen. Dus ik ga hierbij mijn vlog ook afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. Ik moet er echt even in komen hoor. Tweede dagvlog alweer afgerond. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Doei!